Er is vandaag een akkoord afgesloten. Wat voor een akkoord is het eigenlijk? Er is vandaag een sociaal woonakkoord afgesloten. Dat hebben we afgesloten met het stedelijk huurplatform en de 4 woningcorporaties die actief zijn hier in de gemeente Sertogenbosch. En wat wij met elkaar hebben afgesproken is dat we een versnelling aanbrengen in de woningbouw en de toegankelijkheid van huurwoningen. De komende 5 jaar gaan we 500 woningen netto toevoegen aan de woningvoorraad. Plus nog eens 200 tijdelijke woningen. Zodat we ervoor zorgen dat de Bossenaren grotere slagenkansen hebben als ze een nieuwe woning willen krijgen. Dus ik kom op een totaal van 700 woningen die nieuw erbij komen? Ja, dat is correct. En u zei over een woningvoorraad. Hoe moet ik dat zien dan? Is dat nieuw of is dat een oude woningvoorraad? Nou, we hebben hier in de stad zo'n 23.000 huurwoningen van allerlei pleimage. Maar wat we zien is dat de afgelopen jaren de woningen minder snel vrijkomen voor nieuwe huurders. En we zien dat de wachtlijsten stijgen en er moeten echt iets aan gedaan worden. En dat hebben we dus nu met elkaar afgesproken dat we daar een flinke versnelling in gaan zetten, zodat er meer woningen beschikbaar komen. Is deze versnelling ook mede veroorzaakt door de vluchtelingenstroom? Het heeft meerdere oorzaken. Eén is dat we meer vergunninghouders hier in de stad krijgen. Maar wat we ook zien is dat patiënten niet meer worden opgenomen in gebouwen, maar dat patiënten worden zelfstandig gaan wonen en zelfstandig in hun huis worden geholpen als zij even hulp nodig hebben met betrekking tot de gezondheidszorg. En die druk die kan hoog worden en dat is de reden wat we zeggen van dat willen we niet hebben, daarom gaan we bijbouwen. Het akkoord is voor 5 jaar, waarom eigenlijk 5 jaar? Nou, omdat akkoorden kun je sluiten voor 10 jaar, voor 20 jaar, maar de realiteit is anders. Elk jaar is anders. En we hebben tegen elkaar gezegd van oké, als we nu de toekomst in kijken, kunnen we 5 jaar vooruit kijken. Maar wat we ook gaan doen is elk jaar gaan we toch nog eens een keer met elkaar praten, zitten we nou op de goede koers. Dus het heeft niet zoveel zin om voor 10 jaar of voor 20 jaar af te sluiten, maar een korte periode en elk jaar die afspraken weer te herijken. Er komen ook woningen voor de binnenstad van Den Bosch? Wat we nu gaan doen na dit akkoord is met een taskforce woningbouw gaan we kijken hoe gaan we nou die woningen ook precies wegzetten in de stad. En dat heeft twee elementen. Ene is van is er beschikbare grond, zijn er beschikbare locaties. En het andere element is van kunnen we ook nog kantoren transformeren naar woningen. En we moeten dus de komende periode kijken waar precies die huurwoningen komen te liggen. Ja, ik dacht vooral bijvoorbeeld de burgemeester Loefplein. Nou ja, burgemeester Loefplein zie je nu vooral particuliere huur. Ook heel erg belangrijk. Want er is ook een groot tekort aan particuliere huurwoningen. Dus naast dit sociaal woonakkoord zijn er ook nog particuliere investeerders die huurwoningen beschikbaar moeten gaan stellen en bij moeten bouwen. En dat is ook waar we met de gemeente Den Bosch mee bezig zijn.